zo. Nee, je moet er dichterbij. Kom even dichterbij, dat is toch een stok van 1,5 meter? Ja, dit is een stok van 1,5 meter. Ja. Ja, dat is heel goed. Even kijken. Oh ja, hier. Kijk. Ja, maar ik sta op 1,5 meter ongeveer. Ja. Ja. Precies, kijk, dat is helemaal veilig. Ik zie je zelfs nog het vinden. Corona 2020. En wat alleen de Roland vertellen jullie is, want ik had eigenlijk wel gedacht, jullie zijn al aan het varen met kleine bootjes, maar dat is nog niet aan de hand. Ja, we hadden ook niets liever gewild eigenlijk, maar ook wij moeten onthouden aan de maatregelen die genomen zijn. En we mogen nog niet varen, dus we zitten met smart te wachten. Maar wat is het plan? Want ik zag wel al dat er kano's misschien een klein beetje al kunnen, maar nog niet helemaal? Of? Ja, maar goed, dat is zo spontaan gelopen omdat iemand vroeg van kunnen we een keer een kano huren. Maar voor ons is het plan dat we in ieder geval straks, omdat we maar met de 1,5 meter maatregel 16 mensen maximaal mee kunnen nemen, om elk half uur te gaan varen. En misschien ook de dagen wat langer te maken en proberen op die manier toch nog... Maar 16 per boot bedoel je dan en hoeveel is het normaal per boot? 50. Normaal is het 50 per boot. Dus, ja, dat is nog minder dan een derde. Ja. Is dat dan voor jullie nog rendabel? Nou ja, onze vaste lasten gaan ook gewoon door en onze schipper moet ook betaald worden. Dus alles wat we kunnen doen, dat pikken we mee. Dus, ja, maar jullie, jullie zijn 20 natuurlijk ietsje stiller, maar jullie hebben volgens mij behoorlijk geïnvesteerd ook afgelopen zomer. Of, winter. Heel veel geïnvesteerd en we moeten natuurlijk ook gewoon zelf de winter door. Dus, de komende winter ook weer, ja. En de komende winter ook. En wat ook heel belangrijk is, dat we hopen dat mensen weer naar Middelburg komen. Dat ze gewoon, dat we iets van Middelburg kunnen laten zien. Dus. Maar wat is dan nu concreet voor jullie het vooruitzicht? Weten jullie dat al? Eigenlijk niet. Nee. Maar dat is ook best gek. Want nu beginnen de campings en zo beginnen toch alweer open te gaan, dit soort dingen. En de attractieparken ook. Ja. Maar in principe mogen jullie nu nog niet varen. Nee, niemand weet het. En wie is dan degene die dat jullie uiteindelijk gaat vertellen? Nou, ik had de RIVM, of de veiligheidsregio, sorry, benaderd. Die stuurde mij naar de gemeente. De gemeente die heeft gezegd van, nou ja, we gaan mee met 1 juni. Dus met de terrassen, met de horeca. En misschien eerder, maar ja, dat is niet duidelijk. Dus, voor ons is het in ieder geval, en daar moeten we nu maar vanuit gaan, denk ik, dat het 1 juni wordt. Mocht er iets... misgaan of mochten we weer met ik weet niet hoeveel besmettingen te maken krijgen, zal het misschien veranderen, maar in principe 1 juni. In principe gaan we. En ik geloof dat ze dat nog aansturen op 1 dag eerder, omdat het dan net alles wat eerder is, alles wat eerder is meegenomen. Ja. En die stok die je daar, want die heb je dan wel speciaal gemaakt met een handvat. Goed, hè? Maar die doe je. Die kunnen dus de mensen kunnen die op de boot. Ja, was het idee van Marleen. En mensen kunnen gaan zitten en we beginnen achteraan en dan leggen ze elke keer. We hebben een aantal van die stokken. En dan leggen ze die ertussen en dan weten we precies de afstand. Nou ja, en zo vullen we de boot. Ja, nou ja, dat is heel goed. En de mensen die zich hier opstellen, wat kunnen ze hier dan wel wachten? Of moet dat dan ook een beetje met vakken en... Ja, ze kunnen op die bankjes zitten. Kunnen takeaway wat spulletjes meenemen als ze dat willen. En we gaan in ieder geval 1 looproute maken. Dus niet meer 2 1 boot gaat weg, de andere boot leggen we naar achteren. Dat we alleen maar hier aan deze kant in- en uitstappen. Aan die kant uitstappen, daar maken we nog een trapje. Daar kunnen ze zo weer weg. Nou ja, jullie zijn er in ieder geval klaar voor, nou, maar hopen dat, dat de rest ook gauw geregeld kan worden. Laat ze maar komen. Ja, ik hoop op de beste zomer toch, ondanks alles voor jullie. Hè. Maar kom er wel een keer terug om te kijken. Leuk. Succes! Ook, ja.